Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vrede zijn met jullie allen, ik hoop dat deze video jullie in een goede toestand van gezondheid en iman bereiken, ik vraag Allah azawajalla om jullie te voorzien van veiligheid, van gezondheid en van andere gunsten die vaak als vanzelfsprekend worden gezien, maar de essentie vormen van het leven, kijk maar om je heen en vergelijk jezelf, jouw leven met die van anderen en wees daar dankbaar voor. Maar probeer daar iets voor terug te doen, namelijk dat, iedere mens, dat je iedere mens gunt om een soortgelijk leven te hebben, of beter. Want dat is uiteindelijk het streven waar we naar moeten streven. Uh, er gebeurt heel veel, niet alleen in uh, Palestina en Gaza, en, en Gaza, maar overal in de wereld is er een beweging ontstaan die het verhaal verkondigt zoals het is, die voor onschuldige burgers opkomt, die voor menselijkheid Opkomt. En dat hebben we gisteren ook hier in Nederland gezien. We hebben gezien dat er protesten hebben plaatsgevonden. En vandaag zijn er ook een aantal op de planning. Ik denk dat het belangrijk is om dat, om dat te doen en om daarheen te gaan, om je stem duidelijk te laten klinken en te laten horen. Dit kan niet meer zo doorgaan. Uh, 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 en dat je daar ook op een actieve manier aan bijdraagt door daarbij aanwezig te zijn, door uh, de boodschap verder te verspreiden en te, en te verkondigen. Maar desondanks denk ik dat het belangrijk is om onszelf uh, te herinneren aan een aantal ideeën, aan een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden op het moment dat wij de straat op gaan. Uh, want uh, het is niet eenvoudig om je werk misschien even aan de kant te zetten, je kinderen, jouw school, om daarbij aanwezig te zijn. Ik weet dat dat niet eenvoudig is. Uh, vandaar dat we het maximaal moeten benutten om. Uh, een goede stap richting succes, in te zetten. Ik heb een aantal ideeën opgezond die ik met jullie wil delen. En ik hoop dat het, uh, dat het bijdraagt aan een betere uh, organisatie en een betere bijdrage, in En als er andere zaken zijn die we ook kunnen doen waar we, waarvan jullie denken dat ze goed zijn, uh, plaats dat ook in de comment. Dan kunnen we daarop reageren, Inshallah. Om te beginnen is het belangrijk om onze intentie voortdurend te toetsen. Al voor als je naar zo'n protest gaat of een demonstratie of een bijeenkomst, dan is het belangrijk om jezelf af te vragen waarom je het doet. Doe je het zodat je straks daar live op kan gaan? Of doe je het zodat je likes en views online kunt krijgen? Of doe je het om daar gezien te worden? Of doe je het omdat je momenteel emotioneel bent, dus je wilt iets doen en daarom doe je maar mee aan een demonstratie? Of heb je een doel voor ogen? Of heb je iets. Duidelijk wat jij wilt bereiken. Van ik wil op deze manier hieraan bijdragen, zodat we dit of dat kunnen bereiken. Dat je duidelijke doelen voor ogen hebt. En ik denk er is geen duidelijker doel, geen betere doel dan Allah azza wa jalla die je centraal stelt. Dus het is belangrijk, alvorens je daarheen gaat, dat je zegt: ik doe dat niet om show uh, te stelen, ik doe het ook niet om likes of views te ontvangen. Ik doe het omdat dit mijn verantwoordelijkheid is als mens. Dit is mijn taak. Allah azza wa jalla heeft me hier op aarde gezet om voor het menselijke leven op te komen. Ik zeg altijd, het menselijke leven beschermen is een doorstelling van de Sharia, is niet een bijzaak. Dus Allah heeft mij hier op aarde gezet en heeft me de Sharia gegeven om het menselijke leven te beschermen. Niet alleen maar niet te mogen doden, wat heel veel mensen denken. Nee, mijn geloof, de islam, leert mij om juist voor menselijke levens op te komen. Allah zegt in de Koran: oftewel wie een menselijke leven redt, is, hij, is het alsof hij de gehele mensheid heeft gered. Met andere woorden, dit is een basiselement, een fundament van het geloof. Daar moeten we aan vasthouden. Allah zou centraal stellen dat je enkel en alleen Hem daarmee tevreden wilt stellen en dat je je taak als een verantwoordelijkheid op aarde op de juiste wijze

En op het moment dat je daar bent, dan zijn er bepaalde idealen die jij dient na te streven of die in ieder geval voor ogen dient te hebben met jouw bijdrage of met jouw deelname aan een soortgelijke protest. Het eerste wat je wilt realiseren is vreedzaamheid, is een veilige omgeving, niet alleen maar voor jezelf, maar voor alle mensen. Allah roept ons in de Koran om dat ideaal na te streven en vergelijkt vrede. Uh, of een vreedzaamheid uh, vergelijkt Allah met een, met een huis. Allah zegt, ja, de Oftewel, treed vrede binnen. Met andere woorden, het is iets wat omsingeld is met, een, met muren met, uh, en gestoeld is op stevige fundamenten. Vreedzaam, vreedzaamheid is niet enkel aan alleen maar bepaalde slogans uh, uh, roepen. Het is een houding die je aanneemt. Het is een commitment die je aangaat. En, en ik zeg altijd: vrede gaat nooit gepaard met haat, met wrok, met um, uh, vergelding. Dit is niet hoe de islam werkt. En dan heb ik het niet hier over jezelf verdedigen, voor je recht opkomen, je land beschermen, uh, etc. Ik heb het hier puur over de individuele houding die een geloviger dient aan te nemen ten opzichte van een. Uh, 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 een demonstratie of een, bijeen, uh, een bijeenkomst waar hij uh, uh, deel uh, aan deelneemt. Een tweede ideaal of tweede principe waar, waarvoor wij moeten opkomen en waarvoor wij moeten strijden is rechtvaardigheid. Allah jalla uh, roept ons in, in verschillende versen in de Koran... Uh, wees rechtvaardig, want Allah houdt van rechtvaardigen. Dus dat concept is ook een fundament. Allah roept ons in de Koran om rechtvaardig te zijn... maar ook om rechtvaardigheid na te streven. Om het als een doel, uh, uh, als een doel te hebben. Dit is waar Allah ons er, uh, uh, eraan herinnert. En hij roept ons dus om vrede te stichten. Zoals de profeet ook mooi zegt in een overlevering... Verspreid vrede onderling Hij zegt Zal ik jullie niet iets uh, meegeven Als jullie daaraan vasthouden Zullen jullie altijd van elkaar houden uh, Ze zeiden ja Rasulallah Ja natuurlijk wat is dit Hij zei benakum, oftewel, verspreid, salam, verspreid vrede uh, vrede onderling. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je niet voor je rechten dient op te komen, dat je geweld en terrorisme dient af te keuren, dat je niet duidelijk standpunten inneemt ten opzichte van wie de onderdrukker is, wie de bezetter is en degene die onderdrukt worden, de kinderen die uitgeroeid worden, zoals we in meerdere uh, uh, video's hebben laten, laten zien. Dus, Belangrijk om die punten voor ogen te hebben met de hoop dat we daardoor een betere stap kunnen zetten. Dichter bij Allah zo zullen we kunnen komen. Onze uh, band met Hem kunnen versterken. En daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren. Blijf vooral kalm. Uh, het is niet toegestaan vanuit islamitisch perspectief. Om hier in Nederland of waar dan ook. Op het moment dat je gaat protesteren. Dat je auto's in de fik gaat steken. Of dat jij chaos gaat veroorzaken... of dat je verderf en haat gaat zijn... of dat je mensen laat ontwrichten... laat je niet professeren... door wie dan ook... er zullen ongetwijfeld mensen aanwezig zijn... die daarvoor gaan zorgen... of die het gaan proberen om jullie te professeren... om jullie uit te lokken... om iets te ondernemen... zodat men achteraf kan zeggen... Kijk die barbaarse moslims, kijk die Palestijnen, dat doen ze keer op keer dat ze hier verderf zijn. Ik ga er, van niet, er niet van uit. Ik heb verschillende mooie voorbeelden gezien van hoe mensen beschaafd beleven en duidelijk hun boodschap verkondigen. Dus dat gaan we ook doen, inshallah ta'ala. Laat je niet, nogmaals, laat je hier niet professeren en laten ze jullie niet uit, uitlokken. We komen voor. Kernprincipes. We komen voor universele waarden. We komen op voor menswaardigheid. Niet voor een bepaalde groep ten opzichte of ten koste van een andere groep. We weten waarvoor we opkomen. We vragen Allah om ons daarin te ondersteunen. Blijf waakzaam. dus Allah En draag een positieve bijdrage op jouw manier. Zodat Allah jou op zijn manier kan belonen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.